Daniel. Hi. Hey, welkom. Bedankt. Leuk om je te zien hier bij het Amsterdamse Buurtfilmfestival. Nou, we kennen elkaar nu of drie jaar. Drie jaar, zoiets. Met een mooie film. Ja, ik had Wet Feet. Dat was niet het vorige, maar de Amsterdam Buurtfestival daarvoor. Ja. En dan voor het laatste, de laatste filmfestival die online was, natuurlijk. Ja. Ja. Dat was voor dan Fever Dreams, die heb ik samengemaakt met Christine Johansen. Ja. Ja. Dan komen we terug met het gevoel van jouw film Wet Feet. Okay. Maar wie is denn Daniel? Nou, waar kom je vandaan? Nou, ik was in Nederland geboren, ben hier opgegroeid, maar mijn vader is oorspronkelijk Amerikaans. Mijn moeder was geboren in Israël en zij zijn beide uiteindelijk naar Nederland verhuisd en daar was ik opgegroeid. Dus in Amerika en andere in Israël, jij in Nederland. In Nederland geboren, ging uiteindelijk naar een school in Amsterdam, internationale school van Amsterdam. Ja. En dan heb ik wat studie gedaan, ook in Amerika. Dan ben ik teruggekomen naar Nederland. En toen ging ik ook echt in Amsterdam wonen. En dat was rondom 2011, 2012. Ja. Ja. En sinds die tijd ben ik onder andere dingen filmmaker. Ja. Vertel mij kort. Ja. Hoe en waar jij dat je Amsterdammer voelt? Ben je in je hersen, ben je in je hart Amsterdammer? Uiteindelijk wel, ja. Want ik voel me wel gesplitst van zelfs als Nederlander. Ik ben Nederlands, omdat ik woon hier, ik ben hier opgegroeid. Maar ik heb wel dat andere invloeden van andere culturen, van andere landen. Maar Amsterdam is wel de stad waar ik waar ik woon, waar ik thuis voel. En ook herontdekt als meer als jonge man. In plaats van wanneer ik heel jong was. Ja. Maar dan wanneer ik 21 was, kwam ik hier terug. Dan kon ik de stad herontdekken. Ja. En toen voelde ik echt op een gegeven moment, dan denk ik wel dat ik mezelf een Amsterdammer kan noemen. Mooi. Wat voor stad is dat voor jou, Amsterdam? Het is een internationale stad. Het heeft een aantrekkingskracht. Dus je krijgt heel veel interessante mensen die hier al zijn en die het stad zo hebben gemaakt, maar dan ook mensen die hier naartoe willen komen. Ja. En dat is ook heel fijn en heel spannend, want dan krijg je hele interessante ook culturele dingen, dus muziek en kunst en theater en film en bands en mensen die gewoon in Amsterdam willen zijn, omdat Amsterdam cool is en interessant en heeft een geschiedenis en het is ook zo'n mooie stad en dat zie je ook heel vaak. Ja, tuurlijk. Dus tuurlijk. Het heeft heel veel van dat. Als ik jou vraag, noem even één of twee plekken. Ja? In Amsterdam, dat zegt, dat is mijn hoek waar ik eigenlijk wel graag af en toe. Oh, dat is moeilijk. Laten we zeggen, ben je meer in Amsterdam centrum of in de buurt waar je woont? Je woont in Zuid. Ik woon in Zuid, ik woon in Buitenveldert. Ja. En Buitenveldert is niet een spannend buurt. Nee. Het is eigenlijk best saai. Maar het is mooi, het is groen. Ze horen jou. Ja, weet ik, maar ze weten het ook. Ja, okay. De mensen van Buitenveld weten dat het best wel goed is. Okay. Het is niet zo spannend. Okay. Maar ik vind het, in het begin was het van, er is bijna helemaal hier niks te doen. Ja. En dat, zo was het een klein beetje. Maar wat wel fijn is, en dat waardeer ik ook, het is het stukje groen van Amsterdam. Ik kan even fietsen en dan ben ik bij de Amsterdamse Bos, eigenlijk in Amstelveen. Ja. Dan ik kan naar het Amstelpark gaan. En dat is een van de mooiste parken, vind ik zelf, van Amsterdam. Ja. Maar zelf, als ik naar verschillende buurten ga, heel veel vrienden van mij wonen in West. En dan de andere helft gaat in Oost. En ik voel mezelf steeds, je hebt toch een soort ritme dat gaat gebeuren. Dan ben je opeens heel vaak in één buurt. Dan denk ik, ik ben altijd in Oost de laatste paar weken. Ik ben altijd in West. Centrum, minder. Dat is minder aantrekkelijk, maar ja. dan wil ik toch even terug naar je film. Ja, oké. Wet Feet. Ja, Wet Feet. Hoe kom je met dat idee van? Nou, dat was dankzij eigenlijk heel veel andere mensen. Dus samen met mijn partner, mijn vrouw, voor onze filmbedrijf, Wild Me, hebben wij een series workshops gegeven. Aan wie? Aan met iedereen die wil. Dus het was een soort writing story for the short screen. We hadden het in Engels gedaan, we hadden mensen uitgenodigd, gewoon weer een klein beetje reclame. Ja. En daar konden mensen
die geïnteresseerd waren in een verhaal maken voor film. En iemand die misschien nooit daarmee ervaring eerder heeft gehad. En dan moeten ze allemaal brainstormen in andere aparte groepjes. Dan gaan ze een idee verzinnen. En van die groepen had de beste idee gewonnen. Had iedereen gestemd. Ja. En dat concept werd uiteindelijk Wet Feet. En dat concept bleef best wel dichtbij wat de film is geworden. En dat ging over twee schoenenmakers die schoenen uit elkaar trekken om een boot te bouwen, zodat ze weg kunnen varen, want de stad verdrinkt. En dat hebben we gemaakt. Ja, mooi. Een beetje concept van het ook Amsterdam buurtfilmfestival Lab. Ja. We zijn meer een beetje voor brede Amsterdammers, denken wij. Mm-hmm. Dus wij geloven dat mensen zijn zo dichterbij informatie, ze bronnen, maar kleine kennis van de vak. Dan geven wij workshop, één keer per maand, minder per jaar. Dan maken mensen film. Mm-hmm. Ja, ook vorig jaar, toen jij ook meegedaan hebt, heeft bijvoorbeeld een jongetje van 11 die de workshop meegedaan hebben en heeft hij ook een prijs gewonnen naast jou. Ja, maar je was er niet toen. Ik keek het online. Ja. En ik was via Zoom. Voor Wet Feet. Ja, was toen, in Amerika. Ik was in Amerika. Ik was daar visite bij familie. Ja. Maar het was wel spannend. Ik kreeg opeens een voicemailbericht. Jullie hebben gewonnen. Ja. Dus dat was wel cool. Leuke verrassing. Mooi. Toen daarna ben je met een andere groep dat mooi. Is dat een spelfilm? Is dat een documentaire? De laatste film, Fever Dreams. Fever Dreams. Die film. Het was een best issue geworden vorig jaar tijdens het festival. Heel veel mensen vragen. Wauw, het is goed om te weten, te zien hoe mensen meemaken in die coronatijd. Ja. Maar de manier hoe jullie het te film gemaakt hebben, is gewoon bijzonder. Ja, het is wel anders. Het concept kwam van Christine Johansson. Zij had het scenario ook geschreven. Ja. Ik denk dat het begon oorspronkelijk als een theaterstuk. Ja. En dat was echt geschreven door wat gebeurt er nu met corona, met de pandemic, en wat gebeurt er in de theatergezelschap. En dat community. En dan werd dit wel natuurlijk aangepast, want je kan geen theater maken. En het ging over het feit dat je geen theater kon maken. Dus het werd aangepast van, kunnen we dit maken als een korte film? Ja. Nou, hoe communiceren we met elkaar nu? We gingen allemaal via Zoom gesprekken. Hoe repeteren mensen met elkaar Zoom? Of online met webcams of telefoontjes? Dus dit wordt onze ervaring, vooral in het begin. We leven gewoon via onze computers, we leven met webcams. Ja. Dus het idee was, kunnen we een film maken dat laat zien? Alles op een computerscherm. Nou, dat concept werd wel eerder gedaan, ze noemen het Screen Life. Dus echt alles dat je ziet, is via het computerscherm. Dus het hoofdpersonage van de film, Shiro, en zo heet de actrice ook, toevallig, maar zij. Het is haar computer en alles dat zij doet, zij probeert haar theater te redden. We zien het via haar computerscherm. Ja. Dus dat was het bijzondere. Dus we moesten alles via het scherm laten zien en alles via webcams opnemen en dan ook in elkaar zetten. Ja. En hoe voelt het bij jou? Dus je hebt nu twee keer met het Amsterdamse buurt meegemaakt. Ja. Hoe voelt het bij jou? Nou, dat is super cool, super fijn om met zoiets mee te doen. Ik vind het hele concept ook heel sympathiek. Ik vind het heel, wat je eerder zei, dat het is voor de buurt. Het is voor Amsterdam, het is voor mensen die dan ook willen leren, die creatief willen zijn. Ja. En dat vind ik ook heel belangrijk. Vooral met iets zoals film maken, dat stelt voor als een heel, het is niet vaak laagdrempelig. Het is moeilijk om binnen te komen of op te snappen. Hoe gaat dat? Hoe moet dat? Hoe ben ik hiermee bezig? Oh, ik kan het niet. Daar geloof ik niet in. Ik denk ook het idee van, deze persoon is creatief en deze persoon is dat niet. Onzin. Iedereen heeft de kans om juist creatief te zijn en creatief te denken. Jij bent een professioneel, hè? Dus dat kunnen we niet ontkennen. Voel je wel thuis dan bij de ABFF? Is het ABFF voor professionals zowel als voor liefhebbenden? Ik hoop hem wel, want ik heb Wet Dream ingediend wanneer ik een oproep zag op Facebook. En ik zag wel, hier is een kans om iets te laten zien dat voor de buurt ook heeft te maken.
Maar misschien moest jij dat vertellen, hoor ik bij ABFF. Hoort een professioneel wel, of spel ik niet eerlijk? Dus echt bedoelt dat, hè? Dat het ABFF niet voor professionals alleen maar ook niet voor liefhebbende mensen alleen maar. Ja, okay. Het gaat om uiteindelijk, wij wonen hier allemaal samen in Amsterdam. We hebben iedere eigen kwaliteit, eigenschap, maar dan samen vormen wij de Amsterdam. Zo is het het idee van de ABFF. Nou, goed, eigenlijk. Maar goed dat ik erbij kan horen. Ja, tuurlijk. Wauw. En buiten het Amsterdam Buurtfestival zijn de films ergens anders nog ook vertoond? Ja, de White Feet was ook vertoond bij de New Renaissance Film Festival. Aha. Dat was gehouden bij de filmtheater Lab 111. Dat is een organisatie, ze doen een filmfestival in Amsterdam en ook in Londen. Daar heeft het ook een prijs gevonden voor Best Short Shorts. En bij Best Short Shorts. Dus een film onder 5 minuten, ja, precies. Onder vijf minuten. Ja. En dan Fever Dreams heeft ook gespeeld bij een soort online theaterfilmfestival in New York. Ja, mooi. Dus daar heeft het ook een paar prijsjes gewonnen. Dus dat een prijs. Ja. Met een prijs. Ja, blijkbaar. De geluk van Amsterdamse buurtfilmfestival. Ik heb ook naar heel veel andere filmfestivals mijn film ingediend en ze zijn niet eens binnengekomen. Dus dat, hoort erbij. Ja, krijg ook heel vaak geweigerd. Ja. Niet alleen maar winnen. Ja. Hey Daniel, ik ga toch even terug naar Zouden, in Amsterdam Zouden. Ja. Wij zijn nu bij de zesde editie met Amsterdams buurtfilmfestival. Een van de dingen waar je eigenlijk op dit moment tot nu toe een uitdaging hebben is Zouden. Ja. Amsterdam. Oké. Okay. Zijn jullie een beetje, niet jij, maar dan zijn jullie wel een beetje aan het slapen of zo. Hoe kunnen wij Amsterdam Zuid, mensen van Amsterdam Zuid, mee betrokken met het Amsterdam soort filmfestival? Ik zou het heel fijn vinden. Ja. Ik denk, mijn buurt in vooral was, ik denk vroeger vooral best oud. Ja. Dus mensen van minstens 50, 60 plus. En dat verandert nu een klein beetje. Er komen meer families, er komen meer jongere mensen, komen meer internationale. En dat verandert ook het vraag voor wat mensen willen zien. Maar dan Zuid is best wel een groot gedeelte van Amsterdam natuurlijk. Ja. Ik denk dus zeker een rijke kans om iets als een filmfestival of iets in elkaar te zetten om mensen bij elkaar te halen. Zuid heeft niet per se een uitgaansgevoel. Ja. Denk ik zelfs, als we denken dan aan de Beethovenstraat enzovoort. Ja. Nou, eerlijk gezegd, het is de mensen die daar zijn, die gaan wel uit naar best dure restaurants. Even, alles is best, een klein beetje bekakt. En nette mensen enzovoort. Gelukkig komt er wel wat diversiteit en wat andere vraag. Dus ik denk, we moeten het gewoon aanbieden en een klein beetje duwen. Ja. En dan komen de mensen er wel naartoe. Nee, maar, dat kunnen wij ook doen. Maar kun je ook wel eerlijk zijn? Ja. Wat denk jij dat het Amsterdam Buurtfilmfestival beter kan gedaan worden of aangepakt worden? Ik krijg het gevoel dat jullie heel veel proberen te doen. Ja. En dat misschien dat jullie, dus als voorbeeld vorig jaar. Ja. Dan had Fever Dreams, die kwam binnen. Ja. Christine Johansen, die was een van de regisseurs. Die was dan daar ter plekke in het locatie. Ja. Ik wist dat die evenement zou gebeuren. Ik was online een klein beetje aan het kijken. Opeens krijg ik een telefoontje. Zeg je, jouw film is genomineerd. Ja. Kan jij op Zoom zijn in het geval van dat jullie de prijs winnen? Ja. Want we hebben niemand hier. Dus ze wisten niet dat de andere regisseur daar al was. En dan krijg ik een paniekerige telefoontje. Kan jij snel op Zoom komen? Want niemand is hier. Dus dat was een foutje. Communicatie, denk ik. Hè? Er zijn de jurylieden die jullie benaderd hebben, gebeld hebben. Misschien. Eigenlijk, Christine had met de vertoning van de film bij het gesprek aanwezig. Ja, ze was er gewoon. Dus. De jury. Oké. Duidelijk. Mooie critics natuurlijk. Maar is dat ook dit wat je doet, hè? Dagelijks? Iets anders? Film maken. Nou, korte films, helaas, betalen niks. Dus daar verdien ik mijn boterham niet mee. Maar ik werk ook, ik krijg wel mooie prijsjes en die kan ik op mijn kast zetten. En nou, eigenlijk, Amsterdam Buurtfilmfestival heeft wel een geldprijs en dat is natuurlijk super cool. Ja, dat is wel kleiner, maar mooi. Hey, maar dat doet niet ieder filmfestival zelfs, dus chapeau. Maar ik werk ook als editor voor commercials of voor docu.
We maken ook commercial video's voor bedrijven, tech bedrijfjes, software, dit en dat. Ik doe ook werk als copywriter, vooral in het Engels. Ik werk ook als acteur. Ja. Dus ik ben soms te zien in reclame. Ik heb gezien op YouTube. Zo ja, kan. Oh ja, iemand anders. Maar als je dit zit, hè, ja. Toen, nu 2 jaar terug denk ik, voor de eerste keer. Wat voor gevoel heb je gekregen? Weet je wat voor... Ja, het is een reel-to-reel, toch? Ja. Als ik dit zie, dit was mijn eerste prijs die ik ooit heb gewonnen voor een film. Mooi. Dus ik ben heel trots op als ik daar naartoe kijk. Ik denk van, wauw, ja, yeah, I'm an award-winning filmmaker. waar ligt jouw prijs dan bij jou? Je zit in ons kantoor, zitten in al mijn Zoom-gesprekken. Ja. Dan zie je de boekenkast achter mij. Ja. En daar zit mijn prijs, daarachter. De 2 filmprijzen die ik heb, die zitten daar. Dus. Ah, goed. Mooi. Heb je nog iets verder ons te vertellen? Als je denkt aan het Amsterdamse Buurtfilmfestival. Stel bijvoorbeeld, ik ga toch straks aan de mensen vertellen. Ja. Wat zou jij mensen vertellen over het Amsterdamse Buurtfilmfestival? Nou, wanneer we deze prijs hadden gewonnen, dan eerlijk gezegd wist ik niet zoveel van het festival. Ik leerde het meer kennen na alle gebeurtenissen. Dan leerde ik jou natuurlijk ook kennen. Dan zag ik die andere films dat mensen hebben gemaakt. En ik zou zeggen, de Amsterdam Buurt Film Festival is een festival dat mensen uitnodigt om professioneel zoals anderen om te ontdekken wat het is om een film te maken. En ze worden daar ook voor herkend. En dat is natuurlijk het fijne, het brengt mensen bij elkaar. En het is een kans om echt iets creatiefs bezig te iets creatiefs te maken. Mooi. Daniel, doe maar één plezier. Misschien zit de laatste voor jou. Kijk naar deze camera. Mm-hmm. Vertel aan je buren in Amsterdam, Zuid, dat ze volgend jaar of dit jaar mee gaan maken met het Amsterdam Buurtfilmfestival. Wat zou jij hen zeggen? Ja, Amsterdam Zuid. Jullie moeten meedoen aan het Amsterdam Buurt Film Festival. Want het is een kans om je echt te verrijken en te ontdekken. En wat filmmaken aan jullie kan bieden. En het is een kans om wat jouw buurt kan bieden in filmmaken. Dus ik zou dit echt niet missen. Dankjewel, je hebt het goed gezegd. Ja. Dankjewel voor je komst. Nou, bedankt. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Mooi om te zijn. Nou, dan.